www.deboodschap.today. Watervoorziening binnenland ook hoog op agenda SWM. De Surinaamse waterleidingmaatschappij, de SWM, is drukdoende in verschillende zuidelijke gebieden bestaande waterfaciliteiten te upgraden en waar nodig nieuwe te plaatsen. Ook in het binnenland moet de waterkwaliteit en watervoorziening van de SWM op een behoorlijk peil zijn, net als in Paramaribo, zegt SWM-onderdirecteur Roy Powell, die belast is met de uitvoering. Op dit moment is SWM intensief bezig met werkzaamheden om het dorp Nieuw Koffiekamp te voorzien van schoon en veilig drinkwater. De onderdirecteur zegt dat er in dit gebied reeds jaren problemen waren met de watervoorziening. De mensen kregen jarenlang vuil water, welke uit een bron uit het gebied gepompt werd. Deze is nu gesloten. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.